Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op Tina TV. Wij zijn Mixtap en in deze video kletsen wij over school. Dat doen we door verschillende vragen, statements en most likely toevragen te beantwoorden. Voordat je de video begint, vergeet zeker niet te abonneren en deze video te liken. En dan kunnen we beginnen met deze aflevering. In welke klas zitten jullie en welk niveau doen jullie? Allemaal in de derde, toch? Ja, we zitten allemaal in de vierde. Oh, vierde. Oh. Zo. Jeetje. Dus derde, vierde en ik doe MAVO. Ik doe ook MAVO. Ik VWO. Doe VWO tweetalig. En ik doe HAVO. Wat voor leerling zijn jullie op school? Ik ben echt niet braaf. Ik echt ben wel een beetje braaf. Allemaal docenten vinden mij stom. Ja, nou, maar ik praat gewoon. Dat heb ik ook ik wel erg. Het is niet dat ik onbeleefd ben tegen docenten, maar ik heb gewoon niet door dat ik ze irriteer. Dus. Ja, dat is gewoon omdat we veel kletsen. We zijn ook niet per se... Stel je ja, voor volgens mij zijn we wel een beetje zacht, ja, hoor. Maar stel je voor, we worden eruit gestuurd, dan ga ik er ook wel gewoon uit. Ik ga niet tegen die docent schreeuwen ja. of zo van, ik ga Nee, ik zeg uit. Wel van, hoezo? Ja, ik zeg gewoon, oh, sorry. We zijn volgens mij niet echt onbeschoft. We proberen Nee. Maar wel gewoon met gezellig respect. En druk. Gezellig. Ja, kijk, wij denken gewoon wel gewoon gezellig in de klas. Je moet ook een beetje lol hebben. Ja. Ja. Wat is jullie favoriete en minst favoriete vak? LO is sowieso LO. Ja, dat is mijn favoriete vak. Ja, LO. En heb ik ook. Ja. Minst favoriete is denk ik. Natuurkunde. AK. Maatschappij. Oh. Ik vond geschiedenis niet heel erg, maar nu vind ik geschiedenis ook echt Ik vind dat wel met twee na leuk. Ik vind geschiedenis heel leuk. Ik vind het best wel Ik vind Frans ook best wel een leuk vak. Filosofie vind ik ook wel oké. Hoe laat moeten jullie opstaan voor school? 7 uur. Maar ik heb nu een heel chill rooster, want ik heb op maandag om 11 uur begin ik. Dinsdag 9 uur 40. Wat? Woensdag 12 uur. Wat? Jeetje. Ik moet meestal nog huiswerk maken en zo, want daar heb ik in het weekend weinig tijd. Snap ik. Hoe combineren jullie Mixtap met school? Oeh, dat is wel een goede vraag. Dat is wel lastig, maar ik denk ook, school die houdt er ook wel rekening mee. Ja, dat is mij echt niet hoor. Wij zeggen, ja, als je maar huiswerk moet doen. Maar ik doe het meestal gewoon omdat ik nu zo'n rooster heb, doe ik het of in de ochtend of gewoon laat in de avond, want ik kan toch uitslapen. Ja, en het is natuurlijk wel zo, je hebt wel, nu je ook bij Mixtap, heb ik wel vaak iets meer stress voor school. Ja. Dus het is natuurlijk ook wat moeilijker te combineren, maar toch lukt het wel. Je moet gewoon echt goed plannen en als je alles goed plant ik plan en zo. Door, dat doet ze ook een beetje. Sam doet alles net. Maar het zou wel gewoon moeten lukken. Het is wel te doen hoor, op zich. Ja. Ik zit op een Agora. Ik zit op een huiswerkvrije school. Nee, dus bij ons krijg je huiswerk pas later. Hebben jullie fans op school? En hoe gaan jullie met bekendheid op school? Nou. Mensen op mijn school die roepen dan de hele tijd, hey, hij is van de iMusical, hij is van de iMusical. Dat vind ik persoonlijk soms een beetje Ik vind het echt heel hinderlijk. Irritant. Ja. Maar ik het heb is ook gewoon, een... letterlijk, waarom doe je het? Omdat ik krijg ook magister mailtjes van die en die heeft je naar huis gevolgd. En dan vind ik het wel een beetje eng. Even normaal. Dat is gewoon raar. Ja, ik word niet echt herkend op school. Ik heb ook wel een hele kleine school. Hebben jullie wel eens gespiekt en zijn jullie toen betrapt? Ja, heel vaak. Nou, heel vaak. Ben je heel vaak betrapt? Nee, heel vaak gespiekt. Bij Duits heb ik wel eens, dan doe je gewoon zo'n briefje. Dit zijn tips. Hey, je moet je gewoon omletten. Zeg maar, je moet helemaal bij het raam gaan zitten, toch? Aan de linkerkant. En dan moet je zo in zo'n rij zitten. En dan moet je gewoon achter de mensen blijven. En dan leg je het spiegeltje leg je hier zo op je schoot. En dan doe je zo van, oh, ik weet het echt niet. En dan ga je zo nadenken. En dan kijk je zo even zo. Even kijken. En dan, dan kan je gewoon het antwoord aflezen. En ik doe het ook altijd in mijn rekenmachine, altijd speakbriefjes. Ja, dat en ik heb zo'n dubbele etui. En dan doe ik soort van, in mijn ene etui doe ik dan een speakbriefje. En aan de andere kant doe ik gewoon een soort van mijn pennen en zo. Dus als die docent komt, dan klap ik die etui gewoon om. En dan ziet hij alleen die pennen. Nou, het is echt... Nou, ik ben gewoon echt veel te bang om een speakbriefje te maken. Maar ik kan wel goed gewoon nakijken, weet je wel. Of overleggen met iemand. Volgende vraag. Hebben jullie wel eens gespijbeld en waarom? Ik had gewoon geleerd voor mijn toets hoor. Maar er was zeg maar een extra deel. Dat wist ik niet dat je dat moest leren. Dus ik zat zo van nee. Moet ik dat ook leren? En toen ben je gewoon niet gegaan. Toen heb ik muziek gemeld. Toen Feyenoord kampioen werd, toen ben ik met mijn vriendinnen naar... Toen mocht je school skippen toch? Ja, toen ben ik naar de huldiging gegaan. Maar soort van zoveel mensen op mijn school hadden soort van gespijbeld dat ze het niet hadden genoteerd in je magister. Dus ja, het is wel spijbelen, maar... Ik heb er nog nooit gespijbeld. Dat is echt braaf, dat is echt goed. Ja. Bokka. Box. Wat is jullie grootste schoolblunder?
Nou, ik heb niet echt een grote blunder ik of zo. Maar wel gewoon, wel gewoon is dat iemand zo'n grap maakte. En dan denk ik, oh, ik heb ook een goede grap. En dan maak ik die grap. En dan is het net te laat. Nee, weet je en dan, wat en dan kijk je iedereen mee zo aan van. Weet je wat ik echt super grap, vervelend vind? Maar het is geen blunder. Maar ik ga heel vaak weg uit de les. Want dan ben ik gewoon. Ja, dan ben ik er gewoon klaar mee. Dan loop ik gewoon weg. En dan ga ik altijd naar de conciërge. Ja, dan ga ik daar gewoon even bij praten. En dan ga ik daar gewoon even naartoe. En om hem dan weg te jagen, want hij mag mij daar natuurlijk niet laten. Want ik hoor gewoon in de lessen zitten. Zet hij altijd dan op al die speakers, zet hij ons nummer. Zet hij altijd super hard aan. En ik schaam me dan zo dood. En dan lopen daar mensen langs. En dan sta ik daar. Maar ja, ik heb al zoveel schoolblunders meegemaakt. Ik ben gestruikeld over de trappen. Ja, vallen en zo. Ja, ik heb dat ook. Ja, maar het is altijd wel grappig. Ja, het is wel gewoon grappig, ja. Vorig jaar hadden we gym. En toen dacht ik even cool te doen door met mijn voeten in de ringen te gaan hangen. Ondersteboven. Oh, dat doe ik ook altijd. Viel ik op mijn pols. Nou, gelijk pols gebroken. Moest ik weer 2 weken thuis zitten. Ja, dat was ook niet zo fijn. Wat doen jullie tijdens de pauzes een tussenuur? 20 meter van school zit een supermarkt. Dus ja, dat hebben wij ook. Ik moet ook. Wel, ja. Ja. Echt ik altijd eten halen en met je vriendinnen gewoon. Ja, gewoon bijkletsen. Ja. Nu zijn we bij de statements. Af en toe nablijven hoort erbij. Eens. Ja. We zijn toch kinderen? Dan ja, als je nooit hebt nagebleven, dan heb je geen leuk schoolleven. Dan heb je geen, inderdaad. Oh, dan heb ik geen leuk schoolleven. Heb je, jij zit op Agora? Heb je nog nooit nagebleven? Nee. Omdat jij op Agora... Ja, maar leven moet nou, het nablijven. Luister, ik zat wel een keer op het randje. Toen moesten we mondkapjes op. Randje. Alleen had ik even echt geen zin. Zo. Dus nee. De ICT. Nee. Die ICT. Die. Heb je geen mondkapje? Nee, maar... Maar dat, oh mijn god, luister, wat? Die zei tegen mij, jongeman, doe je mondkapje op? Nee, toen deed je het niet. Liep ik door. Toen deed ik het niet. Oh. Liep ik verder. Liep die man liep achter mij. Nee. En toen had ik gewoon een gesprek met de conciërge. Jij bent echt een ben, ja. Groep 8 was het leukste schooljaar. Nee. Nou, die klinkt echt alsof we het niet leuk vonden. Maar ik vond groep 8 heel leuk. Nee, ik vond het wel leuk, maar middelbare is leuk. Ik heb het ook leuker op de middelbare. Maar ik zou wel voor een weekje weer terug willen naar groep 8. En dan gewoon... Eind groep 8, kamp, musical. Ja. Kamp was echt leuk. Ja. Je moet altijd opletten tijdens de les, oneens. Voor het goede voorbeeld moet je gewoon altijd goed meedoen op school. Want ja, dan steek je ook gewoon veel op, dat is belangrijk. Maar ja, vanuit ons moet je ook gewoon lekker genieten soms ja, even van doe gewoon het je leven. Best dus en als het even niet lukt. Dat is dan maar jammer. De volgende vraag. Naar de brugklas gaan is eng. Nee, echt totaal niet. Het is even gewoon iets nieuws. Tuurlijk is het spannend, want je gaat wel gewoon van een kleine basisschool vaak naar een grote middelbare school. Maar je gaat van de oudste weer naar de jongste. Maar je weet die spanning die je had als je klaar was met groep 8 om naar de brugklas te gaan. En even voor de mensen die nog naar de brugklas moeten gaan. Het is echt nergens voor nodig. Nee, het is superleuk. Het komt echt goed. Ja, je hebt het echt heel erg naar je zin. En de spanning is normaal, maar het is echt nergens voor nodig. Nee. Een keer je huiswerk vergeten is niet erg. Het is echt heel erg als jij huiswerk vergeet. Nee. Ik kan hier niks over zeggen. Het is niet erg. Ik maak bijna nooit mijn huiswerk. Maar als je maar gewoon, als je goede cijfers haalt voor je toets, dan is het goed. Ja. Alleen het is wel zo, als je huiswerk op orde hebt, dan haal je wel beter makkelijker op school. Maar ja, ik heb er gewoon geen zin in. Maar geen soms tijd. Is het ook gewoon veel en heb je gewoon geen tijd of ben je gewoon moe. Dus af en toe is het natuurlijk niet erg. Maar probeer het wel gewoon op orde te houden. Nu gaan we door naar de most likely to vragen. En de eerste is... Wie zou als eerst juf of meester worden? Ik weet hem al. Ik ook. 3, 2, 1. Lois. Ja, ik vind ook echt een persoon ervoor. Ik vind ook gewoon kinderen echt heel leuk. Gewoon. Wie zou als eerste in slaap vallen tijdens les? Nou, ik weet dat wel hoor. Sam. Ik? Ik heb mezelf. Ja, ik heb mezelf. Ik heb Sam gevallen tijdens Kijk, de les. Kijk hè, wie hebben jullie? Oh ja, hè? Maar jij slaapt echt om 3 uur pas. Dus ik zie jou. Ja, maar jij bent niet zo iemand die echt in slaap valt. En ik ook niet. Maar nu gewoon. Nee, maar ik kan niet in slaap. Ik kan oprecht niet in slaap vallen met geluid om me heen. Wie stelt huiswerk maken het langst uit? Ja, je weet het eigenlijk stiekem zelf ook. Ja, maar Lois, ik zie Lois altijd huiswerk maken en leren. Nou, ik zie Lois altijd om 1 uur. Ja. Ik ga nu mijn huiswerk maken en dan om 4 uur. Ja, maar kijk, ze doet het wel. En dan om 8 uur. Ik doe het wel, maar ik stel het wel echt uit. Ja, ja en ik maak het zeg maar niet. Oké, maar zullen we even de bordjes omdraaien? 3, 2, 1. Ik heb Lois. Wat heb jullie? Ja, ik heb ook Lois. Want ik stel het uit, maar Sam maakt het gewoon helemaal niet. Dus eigenlijk technisch gezien stelt hij het helemaal uit. Dat is wel waar, ja.
Wie wordt er het vaakst uitgestuurd? Ja. Noor, ja. Ja, maar ja. Noor praat gewoon te veel. Ja. Bij Lois is het niet altijd dat ze te veel praat, maar Noor, ja, bij mij is het jij kan gewoon niet stoppen met praten. Nee, en soms, helemaal ja, maar ze snappen me soms gewoon niet en ik vind dat dan zo vervelend en dan zeg ik dat ook gewoon. Ik vind dat echt heel erg vervelend dat u me niet begrijpt en dan bedoel ik dat echt op een hele lieve manier. Nee, ik geef jij noemde je, docent toch ook een keer sukkel of zo? Nee, ik was dat. Dat was Lois. Nee, ik had niet sukkel, maar ik had een keer mijn docent een watje genoemd. Ja, dat kan niet hoor. Ik zou maar ik bedoel dat dan gewoon een soort van leuk, maar toen zei hij gelijk, na de les gaan we elkaar nog even zien. En toen moest ik een uurtje inplannen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En vergeet zeker niet om te abonneren. Doei, tot de volgende. Doei!